Bij testlocatie De Biezen in Nijmegen kan vanaf 1 december ook gevaccineerd worden. De GGD Gelderland-Zuid verwacht een grotere vraag naar vaccinaties in de regio vanwege de start van de boosterprikcampagne. Het XL-testpaviljoen bij het parkeerterrein van de bioscoop in Lent is juist weer gesloten en afgebroken. Volgens de GGD is het paviljoen niet meer nodig. Er zou genoeg testcapaciteit zijn bij De Biezen. En ook zijn recent extra testlocaties geopend, bijvoorbeeld aan de Groenewoudseweg en in Wijchen aan de Markt.